In deze tutorial laat ik zien hoe je een batterijcompartiment kunt modelleren dat weer als basepart in een willekeurige behuizing geplaatst kan worden. Het batterijvak is geschikt voor zowel penlights als mini penlights. Door de lengte en diameter van de twee batterijversies in een design table te zetten, kunnen automatisch twee configuraties worden aangemaakt. Op deze manier kan het batterijvak worden gebruikt als standaardpart en hoeft het niet bij elk project opnieuw te worden gemodelleerd. Het werken met baseparts is ook handig als er in een team wordt gewerkt, waarbij één persoon bijvoorbeeld de behuizing modelleert en iemand anders gelijktijdig het batterijvak. Op het laatste moment wordt het part van het batterijvak dan als basepart in de behuizing geïntegreerd. Voor de constructie van het batterijvak begin ik weer met een paar referentieschetsen. De eerste referentieschets is op het right plane. En daar wordt onder andere de diameter van de batterijen en de positie weergegeven. Nou, en daaruit afgeleid wordt een referentieschets in het top plane. En de eerste extrusie is een rand naar boven die later wordt gecombined met het deksel van de behuizing. En dan worden er twee randjes onder geëxtrudeerd waar later de batterijdeksel op kan rusten. En dan wordt er vanaf de rechterkant een vakje geëxtrudeerd waar later de klikvinger in kan rusten. En dan volgt een tussenschot. En dan de compartimenten waar de batterijen in kunnen rusten. En die zijn open aan de onderkant. Want daar moeten de contacten vanaf de printplaat, die moeten daar doorgeleid kunnen worden. En dan volgt een tweede tussenschot, waarvoor dezelfde schets wordt gebruikt als voor dat eerste tussenschotje. En dan van in verticale richting wordt er een soort tussenschotje geëxtrudeerd waar het batterijdekseltje met de scharnierpinnetjes doorheen kan steken. Ja, en dan wordt er een blokje geëxtrudeerd en dat wordt vanaf een schuin afknijpvlak geëxtrudeerd. Want hier moet later een soort dekseltje van worden gemaakt waar de batterij, die de batterij vasthoudt in verticale richting. En dan wordt vervolgens van onderuit met een lossingshoek wordt daar het grootste deel weer van verwijderd. Dat alleen de twee zijkanten overblijven. Nou, dat wordt vervolgens ook voor de andere batterijen gedaan aan de overkant. En dan wordt daar in één keer in verticale richting worden daar een paar randen opgeëxtrudeerd die de batterijen vast moeten houden. Nou, als dan het hoofdvak klaar is, dan wordt aan de voorkant een klikker gemodelleerd en een bijpassend kommetje waar de vinger onder de klikrand kan komen. En dan worden vervolgens de ribben gemodelleerd van het dekseltje. En die worden in eerste instantie veel te hoog geëxtrudeerd, want die worden later met de behuizing weer afgesneden. En het kan zijn dat, kijk, sommige behuizingen die hebben een bolle vorm bijvoorbeeld. En daarom heb ik wat extra hoogte nodig, zodat dat in ieder geval hoog genoeg is om met elke vorm van behuizing te kunnen worden afgesneden. Nou, die cilinders die worden aan de onderkant wat verlengd, want die moeten de batterijen later tegen gaan houden. En die worden dan vervolgens weer afgesneden met de cilindrische vorm van de batterijen, zodat ze precies de vorm van de batterijen volgen. Nou, en tenslotte worden de klikkertjes aan de achterkant eronder geëxtrudeerd, waarmee het batterijdekseltje vast wordt geklemd aan de achterzijde.
Nou, en in het geheel ziet dat er dan zo uit, het batterijcompartiment, voordat het in de behuizing wordt geplaatst. Voor het plaatsen van het batterijcompartiment in een behuizing heb ik even een simpele cilindrische behuizing aangemaakt. Met een wanddikte van 2 mm. Nou, voordat het batterijvak geplaatst wordt, wordt er eerst een offset surface gemaakt van het bovenvlak. En dan op 0 mm. Dus gewoon een soort kopie surface wordt er aangemaakt. Want daarmee worden later de delen van het batterijvak afgesneden. Nou, vervolgens wordt het batterijvak als baseparts geplaatst in het nieuwe part, in de behuizing. Nou, en hier zijn ook de verschillende vlakken zichtbaar van het batterijvak. En daarmee kan het baseparts worden gemeten. Het werkt iets anders dan het meten in een assembly, maar dat laat ik later in de tutorial zien hoe dat moet. Nou, als het dan qua positie is geplaatst en ook op de juiste hoogte, dat is te zien hier met dat kommetje wat later het kommetje voor de vinger wordt. Dat zit nou precies dezelfde hoogte als de deksel van de behuizing. Nou, als het op de goede hoogte is geplaatst, dan wordt het vervolgens afgesneden met dat offset surface wat we hadden aangemaakt. Nou, vervolgens er zijn een paar surfaces aangemaakt in het part van het batterijvak, waaronder de binnencontour. En die wordt nou gebruikt om de behuizing te splitten in een dekselpart en in een basispart. En hier is dat te zien, die rand. Dus dat die deksel inmiddels is gesplit. Dan vervolgens wordt dat dekselparts die worden even allemaal gehide. En dan is hier dus het batterijvak te zien en het behuizingsdeel. En hier is dan ook nog dat kommetje te zien. Alleen dat moet nog wel op de juiste positie worden afgesneden. En ook daarvoor is een surface aangemaakt in het batterijpart. En dan worden die verschillende delen, dus zowel het batterijcompartiment als dat vingerkommetje, die worden gelijktijdig afgesneden. Nou, vervolgens worden die drie verschillende parts of bodies, die worden alle drie geselecteerd en gecombined tot één part. En dan is het batterijvak eigenlijk al klaar. Dan hoeft alleen het deksel nog gemaakt te worden. Dus dat batterij, of de behuizingsdeel, wordt even gehide. En dan is dat deel van die ribben van het deksel te zien. En het dekseltje zelf, wat eigenlijk die andere helft van de split body is, die we daar straks hadden aangemaakt in de behuizing. Nou, daar wordt vervolgens eerst een deel van afgesneden, ook weer met een surface uit het batterijpart. En dit deel, daar komt de klikvinger daarna in. Nou, vervolgens wordt de rand, daar wordt nog een klein stukje van afgesneden. Daar is ook een surface voor aangemaakt in het batterijpart. En dat is nodig om te zorgen dat er een hele kleine speling tussen het behuizingsdeel en het deksel overblijft. Nou, als die delen allebei zijn afgesneden, dan wordt aan de voorkant de klikvinger zichtbaar gemaakt. En dan worden die drie parts, dus de ribben, het dekseltje en de klikvinger, die worden ook gecombined tot één dekselgedeelte. Nou, dan vervolgens wordt de behuizing ook weer zichtbaar gemaakt. En dan hoeven er alleen nog maar een paar fillets te worden aangebracht. En dan is het hele basispart klaar. En in een assembly ziet het er dan zo uit. En dan kan het deksel ook worden geopend. Nou, hier is ook een printpart te zien wat erin geplaatst is.
De eerste referentieschets is een schets in het right plane. Daarin zijn zo min mogelijk maten gezet, maar in principe staan alle hoofdmaten in het right aanzicht er wel in. Het product is spiegelsymmetrisch over de middenas. Nou is aan de rechterkant van die middenas is het hele gedeelte getekend wat lossend is naar de bovenkant toe. Dus daar is ook te zien dat de batterij rust in een soort ribben. Daar is ook gelijk lossing opgezet van 2 graden. Dus ook weer lossing naar boven toe. Nou hier is ook die maat van 1,6 te zien en dat is de dikte van alle wanddiktes. En die is op een aantal plekken overgenomen met door middel van equal relaties. Dus die wanddikte die is zoveel mogelijk op 1,6 gehouden. Aan de linkerkant, daar is het gedeelte getekend wat juist lossend is naar beneden toe. En dat wordt, hier komt straks nog een soort dakje op die de batterij aan de achterzijde tegenhoudt in verticale richting. Dus daar zit ook lossing op, maar er zit lossing naar beneden op, ook van 2 graden. En hier is een ribje te zien wat in het midden straks komt te lopen. Terwijl die hogere rib, dat is weer een rib die helemaal aan de achterzijde komt. De tweede referentieschets is een schets in het topaanzicht. Nou, de meeste horizontale lijnen die zijn overgenomen uit de referentieschets van het right plane. Nou, deze schets die is tot de middenlijn getekend. Dus de meeste delen die kunnen later gespiegeld worden aan de andere kant. Een uitzondering is dit vak. Hier komt de spiraalveer te zitten voor de batterij. Dus de batterij die komt in dit gedeelte te zitten. Dit is de centerlijn van de batterij straks. De batterij die is 45 mm lang, de mini penlight. En de spiraalveer die komt hiervoor te zitten. En aan de andere kant komt de spiraalveer juist aan de rechterkant te zitten. Deze 8 mm die staat voor de klikvinger. En die krijgt een ribje van 1 mm aan weerszijden. En die 16 mm die staat voor het vak waarin die klikvinger later terecht komt. Die 250 die slaat op een wand die daar achter tussen de batterij en die klikvinger komt te liggen. Nou, diezelfde wand die komt ook aan deze kant te zitten, dus deze lengte die is gelijk aan die 250. En links van die wand komt dan het gedeelte waar een paar kleine ribjes onder de batterijdeksel komen te zitten. Om het product aan de linkerkant in te klemmen in de behuizing. In het midden komt ook een lipje en daar komt een soort flexibele kunststof strip aan. Waarmee het dekseltje voorkomen kan worden dat het dekseltje kwijtraakt op het moment dat het dekseltje geopend wordt. De derde referentieschets is een schets in het frontvlak. En de horizontale lijnen zijn weer overgenomen uit de referentieschets van het right plane, waarbij deze stippenlijn, deze constructielijn, is de bovenkant van de batterij. En dan staat hier een maat in van 3,2. En er staat al bij dat die afhankelijk is van het product waar het batterijvak in geplaatst wordt. De klikvinger die moet aan de bovenzijde moet die precies gelijk gaan vallen met de bovenkant van het product waar die in geplaatst wordt. Nou kan het zijn dat als het product een bolle bovenkant heeft, dat die in het midden wat hoger uitkomt en dan moet dit product dus ook hoger boven de batterij geplaatst worden. Die klikvinger. Dus dat moet eigenlijk afgestemd worden op het product. Maar die 3,2 die is in ieder geval geschikt als het product gewoon een rechte
een rechte bovenkant heeft. Nou is hier een 5 graden lijn te zien en dat wordt straks gebruikt om een afknijpvlak aan te maken, waarbij een matrijsdeel van onder en een matrijsdeel van boven samen een afknijpvlak gaan vormen. En dat moet voldoen aan de 5 graden regel. Nou, dat is dan aan de rechterkant van het batterijvak. En aan de linkerkant zit hij precies aan de tegenoverliggende kant. Dus daar loopt die 5 graden de andere kant op. De schets voor de eerste extrusie die wordt overgenomen uit de referentieschets van het topview. Als ik dan even in het topaanzicht kijk, dan zijn die twee buitenste lijnen die zijn overgenomen en daar worden dan afrondingsfillets opgezet van 2 mm aan de binnenkant en die buitenkant die loopt dan concentric mee. Nou, die extrusie die loopt niet vanaf dat schetsvlak, maar die wordt vanaf dit vertex, groene vertexpunt naar boven toe geleid. Dus het startpunt is dit punt en het eindpunt is dat roze punt en dat is overgenomen uit de referentieschets van het frontview. Er wordt meteen al een draft angle van 2 graden naar buiten opgezet. Dus de draft die is meteen meegenomen in de feature. En dan wordt die extruded boss die wordt vervolgens geshelled met een open onderkant en bovenkant. En daardoor krijgt de binnenkant die krijgt ook die draft angle van 2 graden, net zoals de buitenkant, ook naar buiten toe. Nou, vervolgens wordt er van dat hele binnenoppervlak wordt een surface offset van 0 mm gemaakt. Zodat er een surface wordt aangemaakt wat later kan gebruikt worden om de behuizing waarin de batterijvak wordt geplaatst, om die te splitten in een behuizingsdeel en een dekseldeel. En dan wordt er vanaf die surface offset wordt er een tweede surface offset gemaakt. En die zit op 2/10 verder naar binnen. En dat kan later gebruikt worden om die deksel weer 2/10 millimeter kleiner te maken. Zodat er een speling tussen de behuizing en de deksel van 2/10 millimeter komt te liggen. Die tweede surface offset die wordt naar beneden toe verlengd. En dan wordt er vervolgens een horizontaal surface aangemaakt. En die twee die worden op elkaar getrimd. Dus als ik even de solid body height en ook die dan zijn hier die twee surfaces te zien en die worden vervolgens op elkaar getrimd. Dan moet ik hem wel even zichtbaar maken. De schets voor de tweede boss extrude die wordt voor een deel afgeleid uit de contour schets van de eerste boss extrude. En daar worden twee randen van gemaakt waar later de batterijdeksel op komt te rusten. En de breedte van die randen die moet worden overgenomen uit de schets van de referentieschets van de right plane. Dat is namelijk de breedte van die bovenste lijn. En vanaf die bovenste lijn en dat hoekpunt loopt een constructielijn naar beneden toe. En die lijn die is daar coincident mee gemaakt. Dus daarmee krijgt hij precies dezelfde breedte als die bovenste lijn uit de referentieschets van het right plane. Die boss extrude
Die loopt dus ook niet vanaf het schetsplein, maar die loopt ook weer vanaf de eerste vertex uit de referentieschets van het right plane tot de tweede vertex. Dus er wordt heel veel gebruik gemaakt van schetsen die eigenlijk allemaal op het topplane gemaakt worden, maar dan vervolgens van een bepaalde vertex tot een bepaalde andere vertex lopen. Dus op die manier kun je de schetsplane voor al die schetsen eigenlijk hetzelfde houden, namelijk gewoon op het topplane. Nou, je zit ook weer diezelfde draftengel van 2 graden op, zodat hij dezelfde hoek krijgt als die eerste boss extrude. De volgende boss extrude wordt geschetst op het right plane. En die vormt de ruimte waar later de klikvinger in komt te hangen. De breedte van dat vakje die wordt overgenomen uit de referentieschets van het topplane. En dat is die 16 mm breedte. En de wanddikte van de rib die wordt overgenomen uit de referentieschets van het right plane. In de right view ziet die schets er zo uit. In de verticale wanden zit al een lossing van 2 graden meegenomen. En het bodemvlak dat ligt gelijk met de bodem van de batterijen. Aan de achterzijde van dit vak voor de klikvinger komt een wandje te staan. En de schets daarvoor die wordt overgenomen uit de referentieschets van het right plane. Dus dat is deze zwarte contour. En daarmee wordt die extrude gemaakt die hier geel wordt weergegeven. Dus dat is ook weer vanaf een vertex in het topplane tot een andere vertex in het topplane. Dus die vertexen die zijn terug te vinden in de referentieschets van het topaanzicht. Daarna worden de zijwanden geëxtrudeerd waar de batterijen op komen te liggen. En die vorm die wordt overgenomen uit de referentieschets van het right plane. En die vorm die is getekend aan de rechterkant van die referentieschets. Dus die vorm die wordt overgenomen en daarna in de middenlijn gespiegeld naar de linkerkant. En die schets die is geschetst op het right plane, maar die wordt ook weer geëxtrudeerd van een vertex naar een andere vertex. En die punten die staan in de referentieschets van het topaanzicht. Het volgende tussenwandje, dat wordt geëxtrudeerd ook weer vanuit een schets op de right plane. En daarvoor kan dezelfde schets worden gebruikt die ook voor het eerste tussenwandje is gebruikt. Dus die schets die kan gewoon worden hergebruikt, maar dan van een andere vertex naar weer een ander vertex punt. En die punten die kunnen weer uit de referentieschets van de topplane gehaald worden. Daarna wordt er een bodemvlak geëxtrudeerd aan de achterkant van het batterijvak. Die geometrie die wordt overgenomen uit de referentieschets van het topaanzicht. En dit wordt van boven naar beneden geëxtrudeerd. Omdat die gaten die moeten gevormd worden door een matrijsdeel vanaf de onderkant. En die gaten die zijn nodig om later het batterijdeksel met een paar lipjes daar doorheen te laten steken.